De Nationale Assemblee heeft de wethoudende verlenging van de termijn van burgerlijke uitzonderingstoestand goedgekeurd. Met 28 stemmen voor en 13 stemmen tegen is de uitzonderingstoestand die op 8 augustus vervalt met 12 maanden verlengd. VHP-parlementariër, tevens voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid, Cheryl Dijksteel, verzorgde gisteren een presentatie in verband met de verlenging van de wetgeving tijdens de openbare vergadering. Mijn conclusie, uit de algemene indicatoren, die objectieve benadering, is die verlenging essentieel. Het is essentieel omdat er nog steeds een dreiging is. We hebben de cijfers gezien. Uit die specifieke indicatoren, ja, hebben we meer duidelijkheid nodig. Want die specifieke indicatoren zijn belangrijk voor hoe ga je die verlenging inrichten de komende 12 maanden. De Nationale Assemblee meldt dat de handhaving van deze periode noodzakelijk is vanwege de aanhoudende dreiging die de COVID-19-pandemie vormt voor de volksgezondheid van Suriname. De verlenging van de burgerlijke uitzonderingstoestand stelt de autoriteiten in de gelegenheid om in de periode van 12 maanden de noodzakelijke maatregelen te kunnen blijven treffen om de COVID-19-pandemie te beheersen.